Hallo allemaal, ik ben Vicky Vermeijden en een tijdje geleden kreeg ik een vraag binnen van Sarah die ik graag wil beantwoorden op video. Beste Vicky, ik vroeg me af of het nu echt nodig was om een website te hebben. Ik heb namelijk een Facebookpagina en vraag me af of dat niet meer dan genoeg is. En als ik dan een website zou laten bouwen, wat moet er dan eigenlijk op staan? Veel groetjes, Sarah. Wel Sarah, ik ga jouw vraag beantwoorden. Goed Sarah, laten we beginnen met jouw allereerste vraag, namelijk is een website eigenlijk echt nodig als je ook een Facebookpagina hebt? Mijn antwoord is daar vrij makkelijk op, namelijk ja. Tuurlijk moet je een website hebben, want een website is eigenlijk de basis. En elk social media kanaal dat je beheert, leidt altijd terug naar jouw website. Stel dat je als klant jouw Facebookpagina bezoekt en je ziet tal van updates, ja, dan wil je natuurlijk ook meer informatie, je wil meer contactgegevens vinden. En dan wil je doorklikken naar een website. Een website is trouwens ook nodig om gevonden te worden in Google. Stel dat je gaat googlen op kapster of schoonheidsspecialisten in Antwerpen, wel, dan komen alle websites van kapper en schoonheidsspecialisten bovenaan te staan. Niet de Facebookpagina's. Dus heel erg belangrijk om wel een website te bouwen. Jouw tweede vraag was, wat zet ik dan eigenlijk op zo'n website? Wel, ook dat is eigenlijk vrij makkelijk. Alle informatie over jou die klanten van jou willen weten. Eerst en vooral begin je met een mooie introtekst. Wie ben jij? Waar staat jouw zaak voor? Waarmee onderscheid je je van al de rest? En voor die tekst, neem daar alsjeblieft een beetje tijd voor om die te schrijven. Ga niet zomaar kijken op andere websites en dingen gaan stelen. Nee, schrijf jouw eigen tekst, want dat ook gaat er weer voor zorgen dat je website onderscheiden wordt van alle anderen en dat je dus weer hoger gaat scoren in Google. Nog een voordeel van de beauty en lifestyle sector in het algemeen is dat het een hele visuele sector is. Dus plaats zoveel mogelijk foto's op jouw website. Foto's van jouw werk, voor- en nafoto's, sfeerfoto's, inspiratiefoto's. Mensen zijn daar echt wel naar op zoek. Dus probeer jouw bezoekers te inspireren en ook te laten zien hoe goed jij bent in jouw werk. Tot slot wijs je klanten de weg om makkelijk een afspraak bij jou te gaan boeken. Het liefst werk je met een online afsprakensysteem, omdat dat echt wel drempelverlagend werkt voor nieuwe klanten. De telefoon nemen om een afspraak te maken is voor velen nog echt wel een issue. Wil je nog geen online afsprakensysteem? Zorg er dan voor dat jouw contactgegevens op elke pagina vermeld staan en dat ze echt makkelijk te vinden zijn. Zo Sarah, dit was mijn antwoord op jouw vraag. Als je dieper wil ingaan op dit onderwerp en heel het online gebeuren, volg dan zeker een keer de workshop Online opvallen met jouw zaak. Ik zal daarover meer informatie onder deze video plaatsen. Voor meer informatie ga naar vickyvermeijden.be. Ik wil jou hartelijk bedanken voor het kijken en ik zie je graag terug in de volgende video. Dag!